Wat betekent de komst van IMF naar Suriname? Wat zal er nu daadwerkelijk allemaal moeten gebeuren dat Suriname glansrijk er doorheen kan met een IMF nu in Suriname? Daarover spraken wij met DA91-voorzitter Angelique del Castillo, die als volgt hierop inging. Het komt neer op handhaving. Handhaving van de regels, dat is belangrijk. We hebben dat de kwestie op de brug gezien. We merken, ik hoop dat ze volhouden met de handhaving. Maar die handhaving is belangrijk. We zien bij HPSG ook weer een kwestie van geen transparantie. Toch? Het werkt negatief naar het aantrekken van andere kredietwaardige investeerders. Transparantie, handhaving zijn van belang. Wanneer het gaat om belasting betalen, alle burgers moeten belasting betalen. Alle burgers die inkomen hebben. En het moet op een wijze gaan dat de mannen die voorop lopen, meneer Chan, meneer Brunswijk, ze moeten als inspiratie naar iedereen, moeten ze publiceren wat ze betalen. Zodat we weten dat zij ook betalen. Zodat mensen minder de behoefte hebben van, ik ga dit achterhouden, ik ga dat achterhouden. Want het heeft allemaal effect op ons NRA. Op onze risk assessment. Want belastingontduiking wordt in risk assessment ook gezien als corruptie. Het is ook corruptie. Dus vanuit de top moet dat voorbeeld komen. De opdracht in feite met IMF is dat we ons moeten ontdoen van alle corruptelingen. En van de corrupte geest in de politiek. Dat is wat moet veranderen. En dat is de grootste opdracht voor 2022. U weet, altijd aan het eind van het jaar nemen we goede voornemens tot ons. Waar we vandaag moeten zien, dit is het, de opdracht aan de partijpolitiek. En aan de regering vooral. Afhandelen, zich losmaken van die corrupte geest. En zich ten dienste en dienstbaar stellen naar die samenleving. En dat doe je door goed bestuur vorm te geven in die zin van transparantie, eerlijkheid, deskundigheid belonen in het geheel. Loyaliteit is prachtig, maar het mag niet ten koste gaan van deskundigheid. De samenleving heeft behoefte aan die deskundigheid. We gaan alleen een succesvol IMF-programma. En ik weet, we krijgen ook nog IDB erbij en Wereldbank. Het zijn allemaal leningen die we gaan moeten terugbetalen. Als we die verdiencapaciteit van onze samenleving niet omhoog brengen, gaan we het niet succesvol kunnen afsluiten. En dat is mijn grootste zorg. Omdat ik moet u zeggen van, kijk, net wat ik zeg, het slecht bestuur dat wij als samenleving ook hebben geaccepteerd steeds. En weer steeds hebben beloond door het steeds opnieuw te kiezen om het voor te zetten. Dat doet ons nu de das om en heeft ons geforceerd op een loopbrug naar het IMF. En het is een hele smalle loopbrug. En als we dit niet succesvol afhandelen, als het crasht, dan hebben we niets meer. De volgende regering die aantreedt, heeft dan alleen maar schulden te betalen en geen enkel potje om uit te putten. Wanneer hebben we die 4 miljard schuld die we al geërfd hebben, dan komt dit erbij, zeker 1,5 miljard, dan zijn we al op 5,5 miljard. Ga maar na, als samenleving. En dan zien we dan Oppenheimer, India, China. En het is een balancing act, laat me dat erbij zeggen. Deze regering gaat echt heel veel wijsheid aan de dag moeten leggen. Want wanneer je weer moet onderhandelen met India en China over schuldherschikking en over Oppenheimer, maar ik maak me vooral zorgen om de kwestie met China, dan moet je voorzichtig zijn dat je niet omwille van hun goedkeuring het land nu in een ander avontuur stort, waarbij uiteindelijk wanneer we wakker worden uit die nachtmerrie van IMF, ontdekken dat we in een tweede nachtmerrie beland zijn, dat wat van ons was ook niet meer van ons is. Omdat we het hebben weggetekend alleen voor akkoord, voor schuldherschikking. Dat we misschien nog 25 jaar inkomsten gaan moeten ontberen, omdat we allerlei toezeggingen hebben gedaan. Toch? De regering heeft echt, moet echt veel wijsheid aan de dag leggen. Heel veel wijsheid. En daarvoor hebben ze ook die innerlijke rust nodig. Vandaar dat het zo belangrijk is ook. Dat ze een stabiele regering zijn. Toch? Dat ze eenheid hebben. Want als je dat niet hebt, heb je die innerlijke rust niet om goede afspraken te maken. Dus dat geldt voor ieder van ons. Ja. Toch? Het is een balancing act. En het komt erop neer dat die regering heel sterk leiderschap gaat moeten tonen. En wanneer ik zeg sterk leiderschap, dan bedoel ik niet mensen die met hun vuist op tafel slaan en hun stem verheffen als ze tot je praten.
en zichzelf op de borst slaan en zeggen hoe goed ze zijn. En ze, nee, dan heb ik het over mensen die in staat zijn ons aan elkaar te smeden. Mensen die in staat zijn om de juiste prioriteiten te stellen. En mensen die in staat zijn om hun belangen op de laatste plaats te zetten. En ook de mensen om ze heen te overtuigen dat niet zij belangrijk zijn, maar die samenleving. En de keuzes die vandaag gemaakt zijn, wat het effect zal zijn voor de toekomst, voor die samenleving. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor deze regering. En ik wens ze daarbij natuurlijk heel veel sterkte toe. Ja. Maar die wijsheid is belangrijk. Suriname verdient beter, zeg ik altijd. En wij als Surinamers zullen moeten kritisch kijken naar dit alles. We kunnen niet in slaap vallen. We mogen ook niet zeggen van mang libide mawashi. We gaan kritisch moeten volgen. Wij als DA 91 gaan dat zeker doen. We hebben het IMF-rapport ook gedownload natuurlijk. We gaan het blijven volgen. En ze gaan ons elke keer horen wanneer we vinden dat ze iets doen dat ze niet moeten doen. En natuurlijk geven we ook advies als we iets zien van doe het zo of doe het anders. Omdat we vinden het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit land is van ons allemaal. En omdat die regering daar zit, toevallig is het niet hun eigendom geworden. En als ze zich niet openstellen voor die samenleving, oprecht openstellen voor die samenleving, om mee te doen, mee te denken, en dan gaat dit een crash zijn. Maar niet die regering gaat die prijs betalen, wij gaan het als volk betalen. Dus wij als volk moeten heel serieus, nog serieuzer dan voorheen, op die regering letten. Het volk zal mevrouw Del Castillo ook de regering voor wat IMF betreft kritisch moeten volgen. Heel kritisch moeten volgen. Kijk, we horen dat IMF een kantoor hier gaat openen. Voor ons is dat ook geen bewijs van dat hoe geweldig ze de regering vinden. Ze komen op hun geld letten. Dat is wat ze komen doen. Ze komen hier zitten om goed in de gaten te houden hoe elke cent besteed wordt en elke handeling gepleegd wordt. En zij zullen nog minder naar ons zwijgen. Zodra er iets gebeurt dat hun niet zint, zullen de consequenties daar zijn. Dus dat is waarom dat kantoor hier komt. En als IMF zo goed op hun geld gaat letten, Ganesh, dan moeten wij als Surinamers op onze toekomst letten. En dat betekent dat we die regering strak in de gaten moeten houden, strak moeten begeleiden en ook ons parlement. Ik hoop dat we in het nieuwe jaar in het parlement meer kritische geluiden gaan horen en niet gewoon eventjes een beetje gillen voor in de voorbeschouwing. En tijdens het stemmen is, dan gaan alle handen omhoog en dan spreken we het halleluja uit. Nee, we moeten als parlementariërs daadwerkelijk het menen met deze samenleving, moeten ze hard vasthouden aan eisen en criteria die transparantie en goed bestuur garanderen. En zolang de regering daar geen blijk van geeft, moeten ze hun goedkeuring niet geven. Dat is hun rol, ook als ze in de coalitie zijn. Ze moeten hun eigen regering dwingen het goed te doen, omdat ze moeten weten dat alleen dan ze herkozen kunnen worden. En dat is de opdracht aan ons als volk. Dat wanneer wij mensen daar hebben die dat niet doen, je niet meer op ze moet stemmen. Ze mogen 1000 interviews onder die amandelboom voor de deur hebben gegeven. Maar als ze in die stoel daar hebben meegestemd, moet je dat hele interview vergeten. En ze moeten je geen verhalen vertellen, partijdiscipline en dit. En hun partijdiscipline, als je daadwerkelijk meent met je partij en met deze samenleving, dan moet je je regering sturen. En dat betekent dat je moet onderhandelen. Assembleeleden moeten onderhandelen. Dat is wat ze moeten doen. Ze moeten met de beleidsmakers die ze vooruitgeschoven hebben steeds onderhandelen en zeggen, steun heb je als je aan deze principes vasthoudt. Als je dat niet doet en zo dwingen dat gedaan wordt wat nodig is. Toch? We kunnen geen assemblee hebben die dingen doodzwijgt. Die hun mond niet open. Ja, want ze gaan toch niets willen zeggen. Of ze gaan boos worden. Of mensen die hun rol, hoe noem je dat, met elkaar verweven maken. Zoals, weet je bent vakbondsleider en je zit ook in de assemblee. Dus dan ga je in de assemblee, als wie praat je? Ja. Toch? Je moet namens het totale volk praten. En je moet elk beleidsaspect in het belang van die totale samenleving kunnen stellen. Nu meer dan ooit. Met IMF. Maar de gemeenschap die vraagt zich af, mevrouw Del Castillo, wie zal nu bepalen, is het IMF of toch de regering, welke richting we opgaan als land? De regering heeft de laatste verantwoordelijkheid. De regering heeft de regeerverantwoordelijkheid. Daarom heet ze ook nog regering. Het IMF gaat bepalen wat met hun geld gebeurt.
Het IMF gaat meten. Het IMF heeft criteria gesteld. We weten van afslanken van het overheidsapparaat. Een beter investeringsklimaat. Het IMF heeft ook aangegeven dat bepaalde tarieven zullen moeten worden verhoogd. Die wisselkoers, weet je, die vrije markt, dat het beweegt. Dat zijn allemaal voorwaarden van het IMF. Dat gaan ze in de gaten houden. Het moment dat de regering bij wijze van spreken afstapt van die wisselkoersvrije markt, gaat IMF direct aan de deur kloppen en zeggen stop, dat is niet onze afspraak. Nee. Toch? IMF gaat straks aan hun contract met die regering houden. Maar IMF gaat niet bepalen hoe Suriname geregeerd wordt. Die regering moet dat doen. Er is een herstelplan geschreven. Dat ze hebben gezegd dat ze gaan uitvoeren met die IMF-fondsen onder andere. Dat is de regering hun verantwoordelijkheid. Hoe ze dat uitvoeren. Welke strategieën ze inzetten. Hoe ze met ons communiceren. Welke wetten ze aannemen. IMF heeft geen lijst van wetten aan ze gegeven. Dat moeten zij doen. Hoe ze hun prioriteiten stellen. Hoe ze de profielen maken van wie ze wel of niet in dienst houden, dat gaat IMF niet voor ze doen. IMF zegt alleen, je moet minder uitgaven hebben aan je ambtenarenapparaat. Zij moeten de wijsheid in huis halen om te zeggen, maar onze overheid moet nog steeds dienen en die kwaliteit moeten we juist versterken. Dus, dit wordt onze strategie. Dat is wat ze gaan moeten doen. Maar waar het geld besteed zal worden, daar zal IMF wel te zeggen hebben. Ja, IMF. Maar IMF geld is niet om ambtenaren te betalen. IMF geld is niet om pakketten te kopen. IMF geld is niet om investeringen voor mensen te gaan, weet je, ondernemers te gaan financieren. IMF is meer naar de centrale bank toegericht om onze valutastand te versterken. Dat is het IMF. En op basis daarvan ontstaat er ruimte voor die regering. En dan zie je weer die regeringsverantwoordelijkheid die ze dan moeten gaan invullen met de juiste prioriteiten stellen voor de besteding daarvan. En IMF heeft een bepaald uitgangspunt. Als je dit en dit en dit allemaal doet, dan verwachten wij dat je zoveel ruimte gaat krijgen. Dan verwachten wij dat je productie gaat toenemen. Dat zijn verwachtingen als je het goed doet. Maar dat heeft allemaal te maken met de keuzes die regering maakt. Dus wanneer straks, als in het ergste geval, en ik hoop echt niet dat dat gebeurt, want net wat ik je zeg, als IMF mislukt, zijn we echt aan de grond. Maar als het zou mislukken, kan niet gezegd worden, is IMF schuld. De regering heeft de verantwoordelijkheid om keuzes te maken. En om ook in onderhandeling te gaan. Want als de regering een bepaalde keus maakt en uit van tevoren kijk bij de prognose en zeg, als ik het nu doe, IMF zegt, ik heb goed, EBS, als je het rapport van IMF leest, zijn er weer verhogingen voor elektriciteit nog te verwachten voor mei volgend jaar. Nou, als de regering dat allemaal het programma uitzet en zegt van, hey, maar als ik dat nu doe, gaat het een negatieve werking hebben hier en in, weet je, op de lange termijn, dus misschien kunnen we het later doen, dan moet de regering tijdig met IMF gaan praten en zeggen, kijk, we onderhandelen eventjes dit, je hebt het in het rapport als eis, maar wij, op basis van ons plaatje, willen we gaan het doen, maar iets later. Of misschien zelf iets eerder, maakt niet uit. Maar dat ze dus gaan praten met ze. De regering gaat continu moeten monitoren, dat wordt heel belangrijk. Ja. Toch? Maar wij als samenleving gaan die regering moeten monitoren. Want wij moeten opletten als die regering zaken doet die niet correct zijn. Want IMF gaat geen ruzie maken met de regering als ze geen profiel hebben van de ambtenaren die ze naar huis sturen. Voor hun geld alleen, als de regering moet 50% minder aan ambtenaren uitgeven. Ze zien, deze maand al 10% minder, volgende maand gaat nog 15%. Het loopt. Ja. Wij als samenleving moeten kijken, maar hoe loopt het? Toch? Hoe werkt het? Voldoet het aan de eisen van goed bestuur? Wordt onze overheid sterker hierdoor? Toch? Bij de ondernemers, bij de producenten. Als er geld komt van de Wereldbank en van de IDB, want met IMF doorbraak komen er ook gelden vrij van Wereldbank en IDB. Allemaal leningen, laten we het wel vasthouden. Toch? Als met die leningen er niet gewerkt wordt, bijvoorbeeld bij de landbouwers, aan die basisproblemen die ze hebben, zoals die infrastructuur, weet je, die afwatering, ontwatering, perceelonderhoud, damonderhoud, al dat soort dingen. Als daar geen aandacht voor is, toch, marktontwikkeling, productontwikkeling, als daar geen aandacht voor is, dan gaat het geen verhoogde output komen. En wij als samenleving moeten dat dus volgen. En wanneer we merken dat dat het geval is, moeten we gelijk zeggen van, u doet niet wat nodig is. Toch? Dit gaat fout aflopen. Dit is niet de,
wij als samenleving gaan moeten waken over onze toekomst door die regering strak, om het zo te zeggen, aan de hand te houden. Ik sprak pas met een parlementariër die vond dat de Surinamers de regering onder curatele stellen. Ik heb hem gezegd, de regering heeft geen vrijbrief van het volk, geen carte blanche gehad. De regering hoort aan de leiband van het volk te lopen. Ja. Ze moeten doen wat nodig is voor de toekomst van deze samenleving.